Nou, Michiel, wat een slot zeg. Ja. Ja. Vertel maar. Ja, vertel maar. Het is zo'n beetje alles of niets bal natuurlijk. Gewoon hoge ballen en duel spelen en kijken wat er gebeurt. En hij viel plots voor mijn voeten, omdat die jongen van PSV ging onderdoor. Dus ja. En toen dacht je, ik doe normaal. Ja, ik doe gewoon normaal. Want ik stond met mijn rug naar de goal, dus dat is het enige wat ik kon doen. Dus ja, leuk. Heb je überhaupt wel eens met een omhaal gescoord? Ja, volgens mij één keertje. In Volendam tijd. Dus dat is, gebeurt niet zo heel vaak hoor. Maar dat was niet zo belangrijk goed, treffer als vandaag. Nee, ja. Kijk, het levert wat op en dat is het belangrijkste. Het is allemaal leuk en aardig als je een doelpunt maakt, maar het niks oplevert. Dus ik ben heel erg blij dat we toch wel een beetje met een positief gevoel nu dit weekend ingaan. En, tegen PSV is gewoon een bonuspunt, hoe je het wint verkeerd. PSV was een bovenliggende partij. Martin, die keept een goede wedstrijd. Dus al met al is dit gewoon een bonuspunt. En hopelijk kunnen we dat goede gevoel nu een beetje meenemen naar de komende wedstrijden. Want dat zijn behoorlijk belangrijke wedstrijden. Nou, wat voor wedstrijd was dit? Ja, ik denk vanuit onze kant meer echt verdedigen. Wat logisch is natuurlijk, omdat PSV gewoon een goede ploeg heeft. Nou, dan kom je goed op 1-0 voorsprong. Dan weet je dat je eigenlijk zoveel mogelijk moet gaan verdedigen. En hopen dat je dan zo lang mogelijk de 0 kan houden. Nou, dat hebben we redelijk gedaan. Daarna krijgt PSV, daarom zeg ik, PSV krijgt genoeg kans om een goal te maken. Nou, dat gebeurt dan niet. Ja, dan weet je dat het gewoon plots ook een keertje kan goed vallen. En dat gebeurt ook. Dus al met al niet verdiend, maar wel blij mee. Ja, een heerlijk gevoel natuurlijk. Hoe was de stemming in de kleedkamer zojuist? Ja, daarom zeg ik, kijk, voor de sfeer is dit natuurlijk goed, omdat je een punt haalt tegen een grote ploeg. Dus ja, dat geeft denk ik genoeg vertrouwen voor de komende wedstrijden. Alleen moeten we ook laten zien dat we in de wedstrijden waar het om gaat, dat we ook kunnen winnen. Dus hopelijk kunnen we die lijn een beetje doortrekken. Dit mag je een bonuspunt noemen. Nu komen er 3 wedstrijden aan waar er misschien wat meer druk op ligt. Ja, tuurlijk. Dat zijn tegen directe concurrenten. Dus daarom zeg ik, als we dat... Als we daar de punten willen pakken, dan moeten we ook gewoon goed zijn. Dus als we daar gewoon onze 100% onze inzet tonen en de kwaliteiten die we hebben benutten, dan kunnen we die wedstrijd ook gewoon winnen.